Welkom deelnemers, welkom bij het derde onderdeel van het Afvalwaterketen Symposium 2021 over gestapelde opgaven. Eigenlijk al die ambities en doelstellingen bij elkaar maken dat het voller wordt, complexer wordt in projecten in de fysieke ruimte. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat nou aan in verschillende projecten? Koppelkansen is een systeeminnovatief samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Waternet en Liander. Die in essentie gaat over de vraag hoe de verschillende duurzaamheidstransities en verschillende infrastructurele opgaven die er liggen slim te combineren. Ja, ik begin met Brainford Smart District. Dat is een gebied in Helmond, in Brabant. Het is een groene weide naast een bestaande nieuwbouwgebied, nieuwbouwwijk. Waar ongeveer 1500 woningen worden gerealiseerd en een soort bedrijfsterrein. En dan op een hele innovatieve wijze, dus het wordt heel integraal ontworpen. Dat vanuit de constatering dat het eigenlijk dat business as usual geen optie meer is. Het is al overvol op sommige plekken in de ondergrond in de stad. En met de opgaven die er liggen is de voorspelling dat het alleen maar drukker wordt. Veel meer moeten we op zoek gaan naar synergie tussen die nutsfuncties. En dat betekent dus een andere probleemdefinitie. Dat betekent ook dat het iets anders vergt van je organisatie en van de mensen die daar werken. Dus er moet verandering komen. Maar hoe dat te bewerkstelligen, dat is de grote vraag. De locatie is superlocal in Kerkrade. Een wijk waar voorheen vier hoogbouwflats stonden, die ooit in de jaren 60 voor de mijnbouw waren opgericht. En daar was de opgave, hoe zorgen dat we in een regio met krimp toch goede woningbouw kunnen organiseren voor een goede leefomgeving. Vandaar superlocal. Fictief werd er een muur om het gebied heen gezet. En alles wat er binnen was aan waarde, sociaal, cultureel, materieel, water, etc., moet op een of andere manier hergebruikt worden. Stapelen in projecten kan er dus best verschillend uitzien, zoals jullie aan deze drie introducties hebben gemerkt. Maar je kan er ook in de aanpak patronen in ontdekken. Dit is een volgorde die vaak werkt. Kijk eens anders naar de wereld dan je normaal doet. Dat daadwerkelijk vormgeven, dat is de tweede activiteit die je staat genoemd. Het is nog weer een slag verder om te zeggen, hoe doe je dat dan? En dan stuit je erop dat inderdaad misschien wel het niet te financieren valt binnen één afdeling of één organisatie, maar dat het gezamenlijk moet, dat de wet misschien veranderd moet worden en al die andere systemische veranderingen. En dat komt dus in die stap over realiseren aan bod. Ontwerpen verwijst ernaar dat je iets aan het maken bent waar je goed over moet nadenken. Het is interactief, dat zulke dingen alleen kunnen als verschillende partijen dat samen doen. En reflexief verwijst ernaar dat je eigenlijk voortdurend ter discussie stelt wat je normaal gesproken voor gegeven aanneemt. Maar het is een iteratief proces van uitvoeren, leren, experimenteren, opnieuw naar de tekentafel en weer verder gaan. Het gebruikt juist die systeembarrières, zoals degene die daar genoemd worden. Dus het denken vanuit de eigen sector, de gebrekkige informatiedeling tussen de verschillende partijen, de verouderde ordeningsprincipes. En probeert eigenlijk juist die barrières te gebruiken als richtingaanwijzers van hier moet actie op komen op dit punt. Nou, daar is die wezenlijke winstpuntenaanpak op gericht. Dus het nemen van kleine systeeminnovatieve stapjes die eigenlijk kunnen aanzetten tot grotere aanpassingen die nodig zijn op langere termijn. De watersector is bijzonder goed georganiseerd en het verbindt al die andere sectoren aan elkaar. Vanuit verschillende organisaties, hè, die gaan dan samenwerken en dan merk je dat daar een beetje een vonkje gaat ontstaan. Zie het systeem niet per se als iets externs, maar iets waar jij zelf onderdeel van uitmaakt. En we zeiden, het is een beetje zoals een steentje ketsen. Dus we moeten een soort lijn uitzetten, een soort ripple effect. Probeer iedere keer jezelf uit te dagen door de vraag te stellen van, maar waarom kan iets niet op het moment dat er wordt teruggevallen op de oude traditionele gewoonte. Ja. Stel je lerend op, ook ten aanzien van je eigen aannames en je eigen ideeën. Het is een lange adem en overtuigen en vasthouden en doorzetten. Er komen situaties voor dat er op een moment een kruispunt komt van gaan we door of gaan we niet door. En als je dan weet wat je oorspronkelijke doelstelling was, ja, dan sta je sterker. Nee, hier is toch iets interessants gebeurd. Omdat ze namelijk laten zien dat je af en toe even moeilijk moet doen om het daarna weer makkelijk te kunnen maken. Maar voor dat moeilijk doen is legitimatie nodig. Dus kunnen laten zien dat het ook succesvol is en dat het nou allemaal weer makkelijker wordt als je even moeilijk doet, is buitengewoon belangrijk om te legitimeren dat op al die andere plekken het ook echt eventjes buiten de lijntjes gekleurd mag worden zo nu en dan. Dank voor jullie bijdrage en het kijken nu. Dit was het Afvalwaterketen Symposium.